super dat je weer kijkt naar mijn nieuwe vlog. Dit is vlog nummer 14, waarin wij laten zien hoe mijn nieuwe single Voor Mij Alleen, hoe goed die al meegezongen wordt bij al mijn optredens. En ik zit in de auto samen met niemand minder dan Ferry de Lits. Ik ben dus gewoon echt al 14 weken aan het vloggen. Dat is toch eigenlijk niet normaal. Ik dacht eerst in eerste instantie van, we gaan het gewoon proberen, weet je wel. Kijken hoe leuk ik het vind. Maar ik verbazingwekkend. Ik vind het onwijs leuk. En ik vind het ook onwijs leuk dat jullie het leuk vinden. Want jullie kijken iedere keer. Ik heb iedere keer rond 100.000 views. Nou, dat vind ik hartstikke veel voor een C-artiest. Hey, luister even, dames en heren. Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe vlog. En deze week is natuurlijk de week van de release van mijn nieuwe single Voor Mij Alleen. Ik ben ontzettend trots dat we deze vette plaat hebben gemaakt. Ik sta er 100% achter. Het is echt een plaat van zowel op de radio als zowel in de feestzaken. Dus je kan er lekker op dansen en hij is onwijs lekker meezingbaar. Dus je kan hem lekker meezingen. En hoe je dat lekker kan meezingen, dat ga je in deze vlog zien. Want ik heb deze week maar liefst 10 verschillende podia die ik moet aandoen. Oftewel 10 optredens en ik ga overal even laten zien hoe die inslaat als een bom, zoals Henk Disselman bezong. Hij slaat in als een bom. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik weet het nog niet, want terwijl ik dit zit op te nemen, ga ik naar mijn eerste optreden en dat is in Bollejan vanavond. Maar we hebben ook nog Jantjes verjaardag. Ik heb nog Dommelpop. Ik zing nog een aantal besloten feestjes. Bij mijn vader in op het terras zing ik zondag. Ik moet naar de Kroon in Kerkdriel. Ik zing nog bij de Koperen Vis in Monnikendam. Echt, het is echt een heel leuk weekje. Ga het zien en we sluiten af deze week in Bulgarije. Veel kijkplezier, jongens. Oké, handen erbij. We gaan een beetje zwaaien voor links en rechts. Zodat we zien. Maar er was niets voor mij alleen. Ik moet haar delen met oh zo velen. Zij houdt van mannen om haar heen, om haar heen. Met haar charme krijgt ze alles voor elkaar. Haar ogen blauwer dan de zee, ben zo gek op haar. Als ze langsloopt met dat mooie lijf, draai je alle hoofden om, stopt meteen de tijd. Oh, ah, hoe win ik dat hart van haar? Oh, ah, wat moet ik doen, wist ik het maar. Oh, ah, zij is nu van iedereen. Ik wil haar zo graag om me heen, maar wel voor mij alleen. Ben niet te blussen, ik wil haar kussen. Maar ondertussen heb ik haar niet voor mij alleen. Waar te beginnen, wat te verzinnen. Om haar te winnen, om je heen, om je heen. Met haar charme krijgt ze alles voor elkaar. Haar ogen blauwer dan de zee, ben zo gek op haar. Als ze langsloopt met dat mooie lijf, draai je alle ogen om, stop meteen de tijd. Oh, ah, hoe win ik dat hart van haar? Oh, ah, wat moet ik doen, wist ik het maar. Oh, ah, zij is nu van iedereen. Ik wil haar zo graag om me heen, maar wel voor mij alleen. Oh, ah, hoe win ik dat hart van haar? Oh, ah, wat moet ik doen, wist ik het maar. Oh, ah, zij is nu van iedereen. Ik wil haar zo graag om me heen, maar wel voor mij alleen. Oh, ah, om me heen, om me heen. Oh, ah, wat moet ik doen, wist ik het maar. Oh, om me heen, om me heen. Ik wil haar zo graag om me heen, maar wel voor mij alleen. Nou jongens, dat ging toch best goed met die nieuwe single.
Je zag in al die optredens die we afgelopen week gedaan hebben dat ze al goed meededen met de oh aha. De rest van de tekst moet natuurlijk nog een beetje indalen en moeten ze nog een beetje gaan repeteren. Maar hey, in de eerste week is hij al onwijs zo bekeken op YouTube. Daar ben ik onwijs blij mee. Je ziet dat het leeft en dat de mensen hem ook nog een keer extra willen bekijken. Weet je niet dat ze één keer aanklikken en oké. En je ziet aan de aantal views dat echt serieus mensen hem gewoon twee, misschien wel drie keer hebben bekeken al. Daar ben ik blij mee. Ik heb het al gezegd op mijn Facebookpagina, maar ik zeg het nu nog een keer. Over twee weken hebben we een verrassing. En dat is een compleet nieuwe clip. En dat is een clip wat serieus nog niemand heeft gedaan in Nederland op deze manier. Dus dat is wel weer iets leuks om naar uit te kijken. Ik zit in de auto richting Eindhoven. En in Eindhoven heb ik een afspraak met mijn platenbaas. Onder andere om daar even over te praten. En ik heb een canvasdoek voor hem gemaakt waar de release op staat. Bla bla. Die overhandig ik hem ook. Dus zal ik jullie verder voor niet voor mij lastig vallen. Want wij gaan lekker de auto in zometeen met niemand minder dan Ferry de Lits. Die daar weer boven woont. Boven het kantoor van Adrie. Dus dat is lekker, kon we lekker combineren. Twee vliegen in één klap. Ik zou zeggen, geniet van het gesprekje met Ferry de Lits die hier zometeen naast me gaat zitten. Nou, kijk eens even wie we hier hebben zitten, jongens. Ik ben in Eindhoven. Even een gesprek gehad met de platenbaas zelf. Inmiddels, hij woont eigenlijk boven het kantoor van Adrie. En hij zit hiernaast. Ik zit er bovenop. Hij zit er bovenop. Nieuwe middag, Ferry de Lits. Hallo. En gezellig. Ferry, ik vraag altijd iedere keer aan mijn gasten van hoe gaat het eigenlijk? Bij mij gaat het goed. Ja, ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Het gaat eigenlijk wel heel goed zo de laatste tijd. Ja, we zijn lekker bezig met singeltjes, hè? Ja, lekker ook, druk. Ook nu weer een nieuwe single, een beetje andere hoek ingeslagen, een beetje met je vorige single, hè? Ja, dat is elke keer wel. Wij proberen elke keer om een stijltje te creëren en dat lukt elke keer niet. Wij gaan elke keer van die hoek naar die hoek. Ja. Ja. Elke keer anders, maar dat houdt het ook wel leuk. Ja, maar dat is ook denk ik wel jouw kracht, weet je wel? Ja. Dat je. Een beetje hetzelfde als ik, veel breed ja. Genre zingt. Dus als jij bijvoorbeeld in een kroeg hier in Eindhoven staat, heel klein kroegje Stacey's bijvoorbeeld, dan zing je net zo makkelijk Hazes, maar net zo makkelijk Tom Jones of noem het allemaal maar op. Dat is heel leuk, dat is onze kracht een beetje, maar dat werkt ook ons meteen een beetje tegen. Ja. Ook een beetje een valkuil. Ja goed. Maar ik vind dat het ook wel weer versterkt naar je klanten toe. Zo. Ja, dat sowieso. Ja. Qua boekingen, aanpassen. Qua boekingen, mensen boeken ook makkelijker. Ja. Hey, en dus nieuwe singeltjes ben je mee bezig. En je bent eigenlijk wereldberoemd hier in Brabant, hè? Ja. Dat hebben ze op tv wel eens gezegd bij Bloedzweet en Tranen, klopt. Ja. Iedereen in Brabant kent Ferry de Lits. Maar het is nu echt kermisseizoen, dus veel kermisdingen. Ja. Ben je mee bezig? Ja. Heel leuk. Ja, dat doen wij al heel lang. Ja. De kermissen gewoon op vooral de maandagen, de horecaavond op de kermis. Ja. Dat is in het zomerseizoen wel elke maandag wel een kermis. Ja, leuk toch? Ja. Dat houdt het leuk. Ja, dat zeker. Ik wil even weten hoe het bij jou begonnen is vroeger. Bij mij. Bij mijn vader in de stamkroeg. Nou, mijn vader had geen kroeg, maar die ging regelmatig naar de kroeg om een borreltje te drinken. Dus je hebt niet van de vreemde? Nee. Dat heb ik er wel in gehad. En die, daar ging ik altijd toe en dan deed ik altijd wat liedjes opzetten die ik leuk vond. Ja. En dan af en toe een keer meezingen. En toen zei die eigenaresse van die nu eigenaresse van Stacey's. Ja. Astrid en Ingrid met haar zus. Okay. Die zeiden van waarom nemen we niet een keer een liedje op? Doen wij dat sponsoren en dan doen we hier een cd-presentatie houden, gewoon leuk. Welke was die eerste ook weer? Kijk in mijn hart. Yep. Kijk in mijn hart. Okay. Vertel me wat je voelt. Nee, dat is ook niet officieel uitgekomen toen. Okay. Heb ik zelf in eigen beheer zeg maar gedaan. En dat was zo leuk dat ik dacht, daar wil ik wel iets mee gaan doen. Dat is wel leuk. Ja. En toen heb ik een jaar later hebben we mijn eerste officiële single bij Adrie uitgebracht, bij Elke Ster. Ja, bij Elke Ster. En toen zag ik de regen en daarna Joanna. En toen was het een beetje gaan. Joanna is het echt gaan lopen. Ja. En, Luister toch Joanna, ja. Ja, maar Joanna in principe, daar toen kwam al Luister toch en dat was echt een knaller die ook andere zangers graag zongen. Klopt, ja. Dus dan, net als bijvoorbeeld bij Frans Thuis, jij denkt maar dat je alles mag, ja, als iedereen het zingt en Tino jij liet bevallen, dan wordt het meteen een kroegetje. Nou, Luister toch hoor je nog steeds in de kroeg. Ja, 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 ja.
Dat is een liedje wat wel wat blijft, wat niet gaat, ja, wat niet oud wordt, zeg maar. Nee. Nee. En dan maak je een paar covers, Laat Me heb je gedaan. Ja. En wat nog meer? Ademloos. Hoor, Ademloos, ja. Ja, Laat Me was dan wel een 1-op-1 cover. Ademloos. Vertaald. Joanna vertaald. EOWO, eigenlijk ook een cover. Oh ja, ja. Kennen we daar niet. Ritmo della... hoor je ook nog steeds goed? Ja. Ritmo della Noche heet hij in het Spaans, zei hij. Okay. Ritme van de Nacht. Ja, ja. Ritme van de Nacht, toen heb ik een liedje gemaakt, heet ook Ritme van de Nacht. Ja. En dan proberen we natuurlijk wel zoveel mogelijk eigen liedjes te maken. Maar ja, ik vind een goed liedje wat een beetje vergeten of oud klinkt, omdat in een nieuw jasje steekt, vind ik ook nog steeds leuk. Ja, ik vind dat helemaal, ik vind dat wel leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen, later die doe ik wel eens in mijn setjes, dus wat dat betreft vind ik het wel lekker. Nou, ik vind de originele Lapen van Ramses Shaffy, die heeft natuurlijk echt iets... Dat blijft. Dat blijft, dat is een topliedje en dat was mijn gevaar. Want ik vond zelf dat je van zo'n liedje moet afblijven. Ja. Of je moet hem helemaal anders maken, zodat het niet een slap aftreksel wordt van. Nee. En dus toen dacht ik, daar gaan we echt een leuk liedje van maken. Totaal anders als het origineel. Want het origineel is niet te evenaren. Nee. Zo makkelijk is het. En dat hebben we toen gedaan. En precies. Daardoor is denk ik ook het bij een breder publiek aangekomen ook weer. Ja. Hey, en nu een nieuwe single, Tic Tac, vertel eens iets over. Tic Tac. Ja. Tic Tac. Ja. Niet snoepje, maar jaart waarschijnlijk. Ja. Ja. Tic Tac, ja, je hart. Of je kan het op twee manieren invullen. Of de klok die tikt. Dus hoe lang duurt het nog voordat je daadwerkelijk daar bent waar je wil zijn. Met dat meisje. Want daar gaat het wel over. Precies. Tic Tac, ja. Ja, zullen we gewoon zingen? Dat kunnen de mensen horen. Lijkt me leuk, lijkt me leuk. Is hij al uit? Komt hij er nog uit? Hij komt uit. Volgende week komt hij uit. Oké, nou, dan houdt dit in de gaten, jongens. Ik zet alles hieronder. Zometeen dus, ga ik je nog vertellen. Eerst even Tic Tac. Hoppakee. Hele lange intro. Hopelijk. Hij is heel laag om te zingen. Tic Tac. Het is wel lekker als je veel klussen hebt zoals jij hebt. Ik ben benieuwd wat Frank van Kooi daar zegt als je gewoon zingt. Die heeft hem gemaakt. Oh. Ja, leuk zo daar. Met de feestjes. Ja. Tic tac. Tic tac. Schat, ik wacht. Ik smacht. Na jou. Ja, na jou. Kom eens hier, kom gauw. Ik zag je dansen en heb je chansen. Jij bent één brok ondeugendheid. Het wordt tijd dat jij met mij zo naar huis toe rijdt. Tic tac, tik tik tak. Kom bij mij, blijf met mij, blijf bij mij vannacht. Lekker hoor. Voel het vuur hier een uur als je naar me lacht. Ik wil je lijf, lekker lijf, dicht tegen mij aan. Raak me aan, laat je gaan, ik kan je niet meer staan. Wat doe je maar aan? Dadelijk aan, hè? Tic tac. Ja? Twee stemmen. 1, 2, 3. Tic tac. Tic tac. Kijk eens diep in mijn ogen. Ik ben op zoek naar wat vertier. Lekker dier. Oh, oh, oh. Ga jij met me mee? Wij met z'n tweeën, lieve schat. Oh, oh, oh. Geloof me, ik ben het wachten meer dan zat. Kom bij mij, blijf met mij, blijf bij mij vannacht. Lekker hè? Lekker. Voel het vuur, vier uur als je naar me lacht. Ik kan je niet meer.
hoor. Ja. Lekker hoor. Ja. Leuke single, ik denk dat hij wel... Hij is leuk, ja, het is erop of eronder. Of de mensen vinden hem heel leuk, of het is echt te anders dan wat ik normaal doe. Dus, maar ik denk dat ze hem wel... En heb Frank zelf ook geschreven ook? Nou, wij waren in Spanje. En daar hoorden wij een liedje van een DJ. En dat was dit melodietje. Ja. En het woord TikTok kwam daar ook in voor. Dus dat hebben we er echt wel expres ingehouden. Ja. Ja, wij keken, Frank was er ook, Frank Verkooyen. We keken elkaar aan en we dachten, ja, Leon was er ook bij van de Stacey's. Ja. En wij dachten echt, ja, dit is het man, dat moeten we echt... Dat bleef de hele tijd bij ons in ons hoofd zitten, dat liedje. Tik-tak. Hey, bij deze bedank ik jou voor je tijd. En, ik bedank jou, ik vind het super leuk om een keer bij jou in de auto te zitten. Lekker toch? Ik heb het al vaker zien zo, dat ben ik ook. Hey, en ik zet al jouw gegevens even hieronder in de website, dingetjes waar ze je kunnen vinden. Wanneer de single uitkomt is volgende week. Ja. Nou, die link hebben we dan nog niet, maar dat gaan ze zien. Hey, tot de volgende keer. Ik zeg tegen de mensen thuis, like toch even dit filmpje. En wat je gaat doen, is natuurlijk ook even abonneren, hè, want dat had je misschien nog niet gedaan. En dan mis je niks meer. Abonneren, en als je dan toch bezig bent met liken, like dan ook even mijn pagina. Ferry de Lis op Facebook. Maar dat staat hieronder, hè? Oh, nou, leuk. Top. Ik zeg het maar af. Komt helemaal goed. Hey, tot de volgende keer. Bye bye. Doei.